ik jou zat bij het filmpje. Dus dat was... Allee joh. Dat was je animatie. Goed. Nu wat is voor muziek? Ik hoop dat het in de 5.0 zit. Ik weet het niet. Ik ben er niet zeker van. Maar pas op dat je niet staat op je scènes, hè. Dus als je muziek zelf wilt toevoegen, ga je gewoon naar gehele film. Ja, gehele film. Dan ga je main movie, hier, nieuwe effect. En in de derde tab, ja, 1, 2, derde tab, heb je hier geluid. Klik je. En dan ga je hier op zoek naar een liedje. Hè. Wat is dat hier? Auto, daar zat dan muziek in. On top of the world, voilà, openen. En dat is mee ingebakken, hè. Zie je? Je gaat er gewoon op staan. Ja. Voilà. Plus, je kunt dat muziek ook nog eens animeren. Dus als je nu zegt, kijk. Poort open. Ja. Dan zet je de eerste keyframe. Voilà. Keyframe. Dan zeg je, maar ja. Nu moet de muziek stil zijn. Goed. En in als de poort helemaal open is, dan zeg je oké, okay, pas op dat je op muziek staat, want dat vind ik stom dat je altijd upgrade. Ga je op een nieuw keyframe en zeg je nu moet volgen al muziek. De special effects, ja, die kun je aanlaten, dat zijn je geluiden wat je van dingen snapt. Nu wat is, je gaat misschien denken dat je het hier gaat horen, maar dan ga je hier niet horen, hè. Dan ga je enkel bij de export horen, hè. Dus als je nu gaat opslaan, klik, hier pak je keuze, productiekwaliteit, dus als je dat, die flikkering in je dingetje hebt, kun je die verhogen. En dan pak je dat op en het liedje zal dan reageren. Dat is het nadeel, momenteel nog, ook nog bij de 6.0, dat je het geluid nog niet hoort, hè. Kan ze pauze doen, je kunt er wel gaan opstaan als voorbeeld. Zie je? That's it, dat was ook even geluid erbij. Voilà. Veel plezier ermee. Jojo.